Welkom bij Spellers Zolder, leuk dat jullie weer kijken. Dit keer met jullie een blik werpen op Walking in Burano Roll and Ride, uitgegeven door Emperor S4. Het is een spel voor 1 tot 4 spelers waar een half uurtje mee bezig bent. Het is een Roll and Ride waarbij we in de Venetiaanse wijk Burano rond gaan wandelen en de muren en huizen gaan versieren om daar zoveel mogelijk punten mee te verzamelen. En dat kunnen we op tal van manieren doen door het exterieur, denk aan de lampen, de schoorstenen, de katten die er rondhangen. De planten aan te kleden en bepaalde bewoners naar bepaalde huizen te schuren om daar punten mee te scoren. Degene die uiteindelijk de meeste punten weet bij elkaar te sprokkelen, wordt de winnaar. Dus laten we maar eens een blik werpen op wat er in het doosje zit. Het spel is bedacht door Wai Min Ming en wij krijgen de spelregels in het Engels. En de regels zelf zijn prettig opgezet, overzichtelijk weergegeven met duidelijke voorbeeldjes erbij. En een reference van de verschillende kaarten of eigenlijk karakters die je in de huizen kan stoppen waar je mee gaat scoren. En een voorbeeld en natuurlijk hoe je het solo spel speelt. Dan krijgen wij een stapel met de velletjes waarop we gaan schrijven, de huizen die we gaan inkleuren en de bewoners die we naar binnen gaan werken. We krijgen de dobbelstenen, startspeler, bootje voor elke speler voor de acties. En we krijgen nog een tweede velletje waar je het een en ander bijhoudt, zoals je geld. En dit is ook heel leuk gedaan, deze inlay. Die vormt het spelers, of het algemene gedeelte waar we de dobbelstenen inleggen en waar we onze bootjes naartoe sturen om de acties uit te voeren. Maar dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld even opgezet voor twee spelers, waarbij ik maar voor één speler de blaadjes heb klaargelegd. Elke speler krijgt een stukje Burano, oftewel een overzicht. En je krijgt je record sheet, zoals dit blaadje heet. Daarnaast krijg je twee bootjes. We wijzen iemand aan als startspeler. Die krijgt de 6 dobbelstenen en het katje. En we leggen natuurlijk de harbors, de dockings binnen handbereik. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk punten te verzamelen. En daarvoor hebben we de tijd totdat iemand een vijfde karakter in een van zijn of haar huizen zet. Dan die ronde wordt afgemaakt en dan is er nog één laatste ronde en dan is het spel voorbij. En dan gaan we kijken wie de meeste punten heeft. En dat is dus afhankelijk van de karakters die je in je huizen gestopt hebt en natuurlijk wat je aangekruist hebt. Maar zo zit hem op. Dan laten we maar eens door Burano gaan rondvaren. Het spel wordt gespeeld in rondes en elke ronde bestaat uit drie fases. De eerste fase is de rolfase. De startspeler rolt alle dobbelstenen en die plaatst die in de overeenkomstige kleurvakjes, zodat voor iedereen duidelijk is welke kleur welke waarde heeft. Het tweede is de draft. We beginnen met de startspeler en dan met de klok mee gaan de spelers hun bootjes op pad sturen naar de dobbelstenen om die vervolgens in te gaan tekenen op hun blaadje. En daar gaan we natuurlijk zo meteen naar kijken. Als je een bootje naar een dobbelsteen toestuurt, dan gebruik je die dobbelsteen. Je kunt ervoor kiezen om een dobbelsteen niet te gebruiken. Daarvoor krijg je twee muntjes. Maar vaak zul je de dobbelsteen graag willen hebben. Er zijn twee regels voor het plaatsen van een bootje. Een speler kan niet naar een positie gaan waar al een bootje van zichzelf ligt. Dus ik kan niet nog een keer naar de rode dobbelsteen, een van de andere dobbelstenen kiezen. En als er meer dan één boot naast een dobbelsteen ligt waar je heen gaat, krijgen alle andere spelers een muntje. Dus als Googly Eyes hier naartoe gaat, dan ligt er al een boot en dan krijg ik een muntje. En zou er meer spelers zijn, dan liggen er al twee boten. En als je er dan naartoe gaat, krijgen Googly Eyes en ik allemaal een muntje. Als hier nog een derde speler naartoe zou gaan. Maar je mag er gewoon naartoe gaan, het kost jou niks, maar het levert andere mensen iets op. En zodra alle spelers een eerste boot op pad gestuurd hebben, beginnen we bij de speler die nu achteraan in de beurtvolgorde, of rechts van de startspeler. En die gaat zijn of haar tweede bootje op pad sturen. En dan tegen de klok in krijg je allemaal de gelegenheid om zo je tweede boot naar binnen te gooien. En nadat alle spelers hun bootjes gestuurd hebben en de dobbelsteen die ze gekozen hebben ingetekend of twee muntjes hebben genomen, gaan we naar de derde fase en dat is de invitation. Alle spelers mogen in het geheim besluiten of ze één karakter willen uitnodigen. En dat kost altijd drie muntjes. Nou, je hebt keuze uit in totaal 10 verschillende karakters die op 10 verschillende manieren
scoren. En je gaat dus aangeven in welk huis je dat karakter plaatst. En sommigen kijken naar het huis zelf, sommigen kijken naar een etage en sommigen kijken naar het geheel. En daar gaan we natuurlijk zo meteen naar kijken. Dan is de beurt voorbij. De startspeler gaat met de klok mee naar de volgende. We pakken onze bootjes terug. Dobbelstenen worden opnieuw gerold en we gaan weer verder. Nou, wat kunnen we doen met al die dobbelstenen? Die dobbelstenen kunnen we natuurlijk gaan intekenen op deze huisjes. En daarvoor hebben we hier op onze record sheet een aantal references. Je ziet dat je drie verdiepingen hebt. First floor, second floor en third floor. En daar komen bepaalde waardes mee overeen. Laten we zeggen dat we mijn rode 6 gebruiken als voorbeeld. Mijn rode 6 kan ik gebruiken om een kat te omcirkelen ergens op de derde verdieping. Dus ik ga kijken, hier zit een katje. En hier zit een katje. Maar de kleur van de dobbelsteen bepaalt ook nog eens een keer naar welk huis ik moet kijken. Dus dit is een rode dobbelsteen. Dus ik zou een rode kat kunnen, of een kat kunnen omcirkelen in het rode huis op een 6 of een 5 op de derde verdieping. Nou, die zit daar niet. Dus op dit moment kan ik dat niet doen. Wat we dan zouden kunnen doen is een plant omcirkelen. In de wederom rode dobbelsteen. Dus het moet een plant zijn in het rode huis. We zien aan het begin van het spel dat in het rode huis toevallig al een plant omcirkeld is met de waarde 6. Als je een plant wil omcirkelen, moet je een waarde erin stoppen die niet hoger is dan een van de andere planten die je omcirkeld hebt. Nou, hier zit een 6 in. Nou, de 6 is niet hoger dan een 6, dus dat kan ik doen. Dus ik zou ervoor kunnen kiezen om deze plant te omcirkelen. En dan zet ik hier wederom een 6 in. Maar zou ik bijvoorbeeld een 4 hebben gekozen, nou, dan zet ik hier een 4 in. Dan heb ik hier nog één plantje zitten. Het maakt niet uit waar je dat plantje trouwens omcirkelt. Zoals je ziet, dat mag op alle verdiepingen. Hier zo heb ik bijvoorbeeld een plant omcirkeld en een 4 erin gezet. Dan heb ik nog 2 planten over. En daar kan ik alleen maar 4, 3, 2, 1 in zetten. Maar geen 5 en 6, want ik kan niet lager of hoger gaan dan de laagste waarde van een plant. Dus dat is hoe planten werken. Dan hebben we nog de luifeltjes. Voor een 1, een 3 en een 5, oftewel een oneven getal, mag ik een rode luifel omcirkelen. Nou, ik had in mijn voorbeeld een 6, dus voor een even getal mag ik een blauwe luifel omcirkelen. En wederom maakt het niet uit op welke verdieping, maar de kleur bepaalt in welk huis. Dus ik zou deze luifel kunnen omcirkelen. En dat omcirkelen betekent dat je die elementen toevoegt aan je huis en daar ga je natuurlijk uiteindelijk mee scoren. Dan hebben wij de lantaarns, die hangen aan de huizen. Elk huis heeft een eigen lantaarn. En die lantaarns zijn 1 tot met 6. En om een lantaarn te omcirkelen moet je de juiste kleur hebben en de juiste waarde, zodat je hem mag omcirkelen. Dit is het rode huis. De lantaarn heeft de waarde 6. Dus in dat geval mag ik die omcirkelen. En dat is dan de optie die ik kan kiezen als ik de lantaarns kies. Daar zit een munt aan verbonden. Die kruis ik af, want die heb ik nu verdiend. En die zet ik bij op mijn registry sheet, zodat ik die later kan inzetten. En ik ben natuurlijk heel veel dingen aan het doen met die ene dobbelsteen, maar je kiest altijd één van de elementen. En tot slot heb je de schoorstenen. Elk huis is voorzien van een schoorsteen. Daar mag je een getal in zetten. Nou, in mijn geval zou ik dan in de rode schoorsteen de 6 zetten. Maar geen enkele schoorsteen mag dezelfde waarde hebben. Dus deze schoorstenen moeten allemaal een ander getal hebben. Dat is wat je met je dobbelsteen kan doen. Ik heb dus 2 dobbelstenen. Mijn andere dobbelsteen was een groene 3. En met een groene 3 zou ik een kat op de tweede verdieping kunnen omcirkelen. Dat vind ik op zich geen slecht idee. Dus ik cirkel deze kat om en zo gebruik ik mijn groene 3. Maar hoe gaan we nu scoren? Nou, daarvoor hebben we de 10 karakters aan de onderkant. En die scoren allemaal op verschillende manieren. En aan het einde van je beurt mag je dus 3 muntjes inzetten om zo'n karakter in te huren. Nou, wat doen die? Deze dame die kijkt naar het huis waar ze in zit. Net zoals deze dame en deze heer. En die scoort jouw punten gelijk aan alle getallen van de planten in dat huis. Dus die is voor mij heel interessant om hier neer te zetten. Mevrouw A gaat hier dan naartoe. Ik geef aan dat ik haar gehuurd heb. En aan het einde van het spel zie ik dat ik in ieder geval deze 2 planten, die heb ik ingevuld, 6, 6, dat is al 12 punten. En als ik hier nog een getal in weet te krijgen, dus die scoort punten. Deze dame kijkt naar het huis waar ze in zit en voor elke kat krijg je 4 punten. Deze heer kijkt naar het huis waar hij in zit en voor elke luifel, lamp en schoorsteen die je hebt omcirkeld in dat huis, 4 punten. Deze politieagent kijkt naar alle
lampen op jouw blaadje. En voor elke lamp die je hebt omcirkeld 5 punten. Datzelfde geldt voor de kerstman. Die kijkt naar alle schoorstenen. En voor elke schoorsteen verdien je 4 punten. Deze dame zegt, kies een etage, kies een floor. En dan mag je alle planten op die floor bij elkaar optellen. En dat is hoeveel punten je krijgt. Dus alle planten die je op zo'n floor omcirkeld hebt, krijg je de waardes van. Nou, hier heb je er eentje die kijkt naar één floor alle katten, 4 punten. Deze kijkt naar één floor alle katten en planten. Zijn gewoon 3 punten waard. Dus de waardes eronder maken niet uit. Dan kijkt zij wel naar. En dan hebben we hier nog 2 personen die kijken naar alles. Dit is de Taylor, zoals ze heet. Zij krijgt 6 punten voor elke set van rode en blauwe luifeltjes die je omcirkeld hebt. Dus ik heb nu 1 rood, 1 blauw luifeltje omcirkeld. Dus dat is 1 setje, 6 punten. Nou, hoe meer setjes, hoe meer punten. En tot slot hebben wij hier de toerist. Die zegt 6 punten voor elk gebouw dat een set heeft waarbij er een plant is omcirkeld en een lamp of een schoorsteen met hetzelfde nummer. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een plant met de waarde 6 en een schoorsteen met 6 of een lamp met 6. Ik heb hier toevallig dus dit gebouw 6 punten. Hier heb ik een plant 4, lamp niet omcirkeld, een schoorsteen niet omcirkeld, maar de lamp zou een 5 zijn, dus dat red ik niet. Maar dan zou ik hier een 4 in kunnen zetten en dan zou ik dat weer kunnen matchen. Dus dat is hoe deze knakker punten scoort. Dus dat zijn de figuren waarmee je punten gaat scoren. Dus dat is waar je rekening mee gaat houden. Je kunt ze nooit allemaal scoren, maar waar ga jij je punten vandaan halen? Nou, die muntjes hebben dus nodig, zoals je hier al ziet, om karakters te kopen. En je kunt muntjes gebruiken, zoveel je wilt, elke keer om een dobbelsteen een 1, plus 1 of een min 1 te geven. Waarbij, en dat hebben ze duidelijk omgeschreven hier, het toegestaan is om een 6 te veranderen in een 1 en een 1 te veranderen in een 6. Dat kost je slechts 1 muntje. Belangrijk ook nog, als je in de derde fase iemand mag uitnodigen om in een gebouw te komen wonen bij jou en je kiest ervoor om dat niet te doen, misschien heb je geen geld, misschien wil je het nog niet, dan krijg je daarvoor gelijk een muntje. Misschien zeg ik de eerste ronde van ik wil wel iets, maar de tweede ronde niet. Kijken, ik heb 3 muntjes natuurlijk moeten betalen voor die dame. En als je dat niet doet, krijg je een muntje erbij. Maar dan is de ronde voorbij. We hebben onze bootjes weer terug. De startspeler gaat met de klok mee. Die pakt alle dobbelsteentjes. Gaat die weer opnieuw gooien. We leggen ze weer op de overeenkomstige posities. En we beginnen weer in dit geval met Googly Eyes. Die kiest als eerste waar die zijn of haar bootje naartoe wil sturen. En daarna kies ik er één, kies een tweede en dan gaan we weer tegen de klok in naar de startspeler. En daarbij vullen we onze huizen weer met planten, katten, luifeltjes, lampen en schoorstenen. En aan het einde van de ronde mogen we weer iemand uitnodigen om daarmee extra punten naar binnen te harken. En zo spelen we vrolijk door totdat er iemand is die een 5e persoon in een van de huizen steekt. Die ronde wordt afgemaakt. Dan hebben we nog 1 ronde daarna. En dan gaan we naar de eindscore. En aan het einde van het spel krijg je dus punten voor de karakters die je hebt weten aan te trekken in jouw huizen. Die leveren een eindscore op en degene met de meeste punten is de winnaar. De muntjes zijn niks waard, maar zouden een tiebreaker vormen. Mochten er meerdere mensen de hoogste score hebben gehaald, dan is degene die nog de meeste muntjes over heeft de winnaar. Zo wordt Walking in Burano Roll and Ride gespeeld. Walking in Burano Roll and Ride is een vermakelijke Roll and Ride met een toffe vormgeving. Ik vind het idee van de doos lay-in waar je keurig alles in kan zetten en die tegelijkertijd fungeert als een dobbelsteenhouder en positiebepaler voor de verschillende acties een leuke toevoeging. Maakt het net even wat overzichtelijk van waar alle dobbelstenen zijn. Plus voor de kleurenblinden zit er gelijk een symbooltje bij, dus daar is goed over nagedacht. En het spelmechanisme zelf zit ook leuk in elkaar. Het is een beetje een schattig spel. Je krijgt echt het gevoel dat je lekker aan het rondwandelen bent, gebouwen aan het bekijken en aan het genieten van de sfeer. Terwijl je dat zelf aan het indelen bent. Waarbij je probeert om lekkere combinaties te maken, afhankelijk van wat de dobbelstenen je bieden. En een beetje te kijken van oké, welke karakters worden voor mij het meest interessant. En kan ik daarbij zorgen dat meerdere karakters scoren op dezelfde elementen, zodat je je werk kan richten op een bepaald aspect.
En dat vind ik een leuk spelletje. En dat maakt dat je elke keer weer andere keuzes maakt door de dobbelstenen die er liggen. En natuurlijk ook waar andere mensen naartoe gaan. Want gratis muntjes weggeven is niet het beste idee. Want dan kunnen ze elke ronde weer nieuwe characters kopen. En dat maakt de klok steeds korter. Waardoor jij misschien minder tijd hebt om lekkere combinaties op te bouwen. Of genoeg karakters aan te trekken om te scoren. Dat zit lekker in elkaar gewoven. Maar het basisconcept is simpel. En zeker met de recording sheets erbij is dat heel overzichtelijk. Het is niet een hele dikke stapel aan blaadjes. Het is ook niet dun. Maar nou ja, wat ik altijd doe als de stapels op beginnen te raken, neem ik een setje van 4. Die lamineer ik. En dan zo'n whiteboard markertje. En dan heb je er eeuwig plezier van ongeveer. Maar het idee dat je dus moet investeren op bepaalde elementen en dat je moet kiezen welke bewoners je waar wilt hebben om uiteindelijk daar punten uit te halen. Sommigen kijken naar het huis waar ze in zitten, sommigen kijken naar een verdieping, sommigen kijken naar het hele plaatje. En die combo's zoeken, dat puntjes verzamelen, dat is iets wat super vermakelijk is. Niet al te complex door duidelijke symboliek en een klein referentje. En alles bij elkaar is het gewoon een prima roll and write die goed in elkaar zit. Het meest vernieuwende element vind ik de bewoners die je moet aantrekken en de puzzel die je daar uit ontstaat van waar ga ik op investeren, hoe kan ik die karakters combineren om extra punten te halen uit werk wat ik reeds gedaan heb en welke worpen liggen er en wanneer gebruik ik een muntje om zo'n dobbelsteen te manipuleren, want dat gaat dan wel weer ten koste van de muntjes die je ook hard nodig hebt om de karakters aan te trekken om punten te scoren en als een andere speler daardoor net sneller gaat kan het jou een beurt kosten en kun je misschien niet alle punten eruit halen. Die afwegingen, die manier van scoren vind ik erg vermakelijk en maakt dat je elk potje weer net andere keuzes maakt afhankelijk van wat er gebeurt. Dus om die redenen dat Walking in Burano Roll and Write van mij een 7 krijgt. Spellen Zolder.